is heel moeilijk. De wachtrij is minimaal 10 jaar. En nog kom je dan op de 80ste plek. Ellenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en een ton overbieden om nog een koophuis te kunnen bemachtigen. Starters, studenten en jonge gezinnen kunnen nauwelijks nog een plekje vinden in Delft. Er is een woningtekort in de stad. En daarom is de maatschappelijke druk groot om er snel huizen bij te bouwen. De gemeente Delft gaat ook bouwen, maar voornamelijk in de klasse middelduur en duur. Dat is namelijk goed voor het verdienmodel van deze arme gemeente. Ja, het verdienmodel van de stad, dat is eigenlijk het feit dat je de stad ook financieel in balans brengt. En dat betekent dat je dus een inwonersaantal hebt, waar ook zeg maar voldoende mensen met middeninkomens wonen, zodat die balans goed verdeeld is. En dat is op dit moment in Delft achterwege. Dat is gewoon onvoldoende. En dat zouden wij ook heel graag willen veranderen. Want we zien namelijk, en dat blijkt ook uit diverse onderzoeken, dat als je heel veel sociale woningen hebt, dat die mensen een relatief groter beroep doen op sociale voorzieningen. En dat is niet erg, maar als dat in disbalans is met de rest van de stad, zijn er dus minder mensen die dus voor die voorzieningen kunnen betalen, bekostigen. En dat betekent dus dat er minder overblijft voor de grote groep die daar gebruik van maakt. Dus dat willen wij graag weer herverdelen. Als jij zorgt dat je meer middelduurde huur die dure woning die je eerder hebt, dan kan je zorgen dat je ook meer sociale huurwoning kan dragen. Dus het gaat er echt om, je weet, de gemeentelijke financiën zijn altijd een heikel punt. Dit zorgt voor meer balans in de gemeente Delft. Wij zijn van origine eigenlijk een stad met heel veel industrieën vanuit het verleden. Dat betekent dat we een hele grote sociale sector hebben. 41% is best hoog. Als je studentenhuisvesting erbij telt, dan is het 55%. En eigenlijk roept Delft al 20 jaar, zorg nou beste regio, dat je daar ook je aandeel in neemt. En het gaat heel erg over de getallen, maar wat wij graag willen is dat relatief in Delft wat afneemt en relatief in de regio wat toeneemt. Dat is de balans die we zoeken. Het is een politieke keuze. Zij willen ook midden- en hogere inkomensgroepen in de gemeente laten wonen. En ze zeggen, we hebben veel mensen met een laag inkomen, dus ja, we willen die bevolkingssamenstelling veranderen. Dat is een ideologische politieke keuze. Voor de portemonnee van de gemeente Delft is het een logische keuze om mensen naar de stad te trekken met een hoger inkomen. Maar ja, wat doe je dan met de 57% van de huidige inwoners die een modaal inkomen heeft? Nou, er zitten natuurlijk grote nadelen aan, want je hebt een bevolking in Delft die voor een deel aangewezen is op sociale huurwoningen. Dus je zegt eigenlijk, ja, ik ben niet zo blij met de huidige bevolking en mensen moeten voor een deel elders gaan wonen. Dat is nogal een stevige uitspraak natuurlijk. Nou, het is een belachelijke keuze, want we zijn in Delft willen we waarschijnlijk alle mensen die sociaal wonen de stad uit hebben. Gaan maar in de randgemeentes wonen, want Delft wil niet zorgen voor ze sociale huurders. En je ziet dat mensen die hier hun hele leven lang hebben gewoond, dat die moeten uitwijken naar andere steden. En daar zijn we echt helemaal niet voor. Maar we blijven een beetje in de discussie zitten, ja, die sociale huur. Er wordt gekeken naar het verdienmodel, dat doe ik ook expres zo, van de stad. En rijke mensen brengen nou eenmaal meer geld op voor de stad dan arme mensen. En daarom is er gesproken over gelijkelijke verdeling in de regio. Maar het wordt verwacht dat dat helemaal niet zal lukken. Het idee van de gelijke verdeling. De groep mensen die gebruik moet maken van een sociale huurwoning wordt opgevangen door de verschillende gemeenten in de regio. En daarmee worden de kosten voor sociale huur gelijk verdeeld over de buurgemeente en hoeft niet één gemeente alleen de kosten te dragen. Het is wel een gevaarlijke keuze, vind ik, want dat betekent dat die regiogemeentes dan een deel van die mensen met een wat smallere beurs moeten opvangen. En de praktijk leert de afgelopen decennia, laat ik het dan zo zeggen, dat ze daar niet om staan te trappelen. Dus dat is vaak heel ingewikkeld. En ja, je hebt al enorm lange wachttijden en wachtlijsten in de sociale huursector. Dus dit verergert de problematiek alleen maar. Als je kijkt tot er, zover ik weet, een paar honderd huizen dit jaar bij worden gebouwd, sociaal. Ja, dat is niet te vergelijken met het aantal jeugdigen die ook een sociale woning willen hebben. Die staan nu nog, denk ik, 8-9 jaar ingeschreven voordat je een keer een woning krijgt. Voordat je bij papa en mama wegkomt. Maar hoeveel zijn er dan nodig? Hoeveel sociale huurwoningen zijn er dan in jullie optiek nodig om iedereen met een lager of modaal inkomen aan een woning te helpen?
Nou, als ik zo eens kijk, dan denk ik dat Delft, als ze een streefgetal van 6000 woningen gaan uitvoeren, dat je dan aardig in de richting komt. Dan kun je in ieder geval zorgen dat je de doorstroming krijgt. Het is niet iets wrangs dat je gewoon als stad alleen maar rijke mensen wil aantrekken om het verdienmodel te vergroten. Ja, nou, de stad zal zeggen, het college, we willen niet alleen rijke mensen aantrekken, maar het is middel dure huur en dure huur of dure koop. Dus we willen juist de middenklasse aantrekken. Dat is de bedoeling. Alleen als ik zelf naar de huizenprijzen kijk, dan weet ik niet hoe hoog de middenklasse wordt ingeschat. Voor de leraar en de politieagent, om dat spreekwoordelijke voorbeeld maar te geven, zijn de prijzen veel te hoog. Delft hoopt met de bouw van middeldure huur- en koopwoningen dat mensen uit hun sociale huurwoning gaan doorstromen. Ik denk dat we met die eerdere focus op de middensegment ook zorgen dat er meer sociale huurwoningen vrijkomen. Dat is het natuurlijk, hè. Er zijn heel veel mensen die in sociale huurwoningen zitten, maar eigenlijk daar als je een nieuwe woning zou aanvragen helemaal niet meer voor in aanmerking komen. Als je zorgt dat er geschikte middenhuur- of middensegmentwoningen voor die mensen komen, willen die absoluut wel graag doorstromen. Hoe realistisch is het om te veronderstellen dat iemand die zeg maar €600 huur betaalt, huursubsidie krijgt, dan doorstroomt naar opeens €800-900 zonder huursubsidie met een modaal inkomen? Nou ja, daarom zeggen wij dus ook van je moet goedkope middeldure huur kunnen bouwen. Hè? Dus tot 960, meen ik, uit mijn hoofd. En dat segment, dat is nu nog te laag. En daarvan vinden we ook, die moet vergroot worden. Zodat je juist dat gat kunt dichten tussen de sociale woningen en de middeldure woningen. Nou, dat geloof ik niet. Ik woon zelf in een soort praktiekwoning op de Rijnier-de-Graafweg. En een vierkamerwoning beneden met een tuin. Ik denk dan niet dat ik op zo'n balkonnetje gaat zitten. Ik ga niet doorstromen. Ja? En dan moet ik kleiner gaan wonen. Wat wij nu wel zien, en dat zie je, dat signaal in de woonmonitor, is door de bouwkosten, uiteindelijk moet een belegger ook rendement halen, door de bouwkosten de aanleiding heel snel is om wat kleiner te bouwen. Dus daar zijn we nu wel op aan het sturen. Want als elke belegger dat doet, dan hebben we te veel klein. Maar daar zit onze zorg wel. Het moet niet allemaal te klein worden. Het wordt allemaal maar slechter voor alle huurders. En mensen die dan nog dachten van, nou, we kunnen een huis kopen, ja, of zo rond de 2 ton. Nou, dat is ook niet meer mogelijk. Kansloze missie eigenlijk voor mensen die een lager inkomen hebben. Ja, maar ik denk dat wij eigenlijk ook voor een kansloze missie staan. Ja, want op deze manier, zoals de politiek zich zo blijft gedragen, dan kom je er nooit. Zijn deze politieke beslissingen over het woonbeleid van Delft echt zo kansloos? Hier alvast een voorproefje op de volgende aflevering van 10 september. Ik heb 15 jaar lang een relatie gehad. Zit in een relatiebreuk. En de situatie is zodanig dat ik de politie heb moeten inschakelen. Omdat er geweld bij plaats heeft gevonden. En ik ben al een aantal maanden op zoek naar een sociale huurwoning. Ja, ik vind het echt heel erg dat als je in zo'n situatie zit, dat je gewoon geen kant op kan.